Ja, als je kijkt naar de stad en naar al die cijfers in het jaarboek, dan zie je dat één ding in ieder geval zeker is. De stad is aantrekkelijk voor veel mensen. Op 1 januari van dit jaar telde Amsterdam ruim 12.000 inwoners meer dan een jaar daarvoor. Voortkomend uit eigen kweek en mensen uit de provincie die naar de stad trekken. Nou, op het gebied van onderwijs en wonen merk je dat die extra toeloop, dat dat ook tot problemen leidt. Zijn er wel voldoende plaatsen op basisscholen? Lukt het wel om op tijd nieuwe schoolgebouwen te krijgen? Lukt het om woningen bij te bouwen? Dat zijn interessante vragen. Wanneer komt die 400.000ste woning? Die zit er echt aan te komen. Wanneer is die er? Amsterdam blijft dus onverminderd populair, al herinnert de verzameling cijfers de stad aan een groot probleem. Bijna 1 op de 4 van de jongeren zit werkloos thuis. Buiten de ring is dat nog erger. Ja, dat is zeker zo dat het percentage nog hoger ligt dan die 24%. Dat kan wel oplopen tot 30 en hier en daar wel tot bijna 40% van de jongeren die eigenlijk niet op zijn plek zit, die werkloos is of anderszins niet helemaal aan de bak komt. Wil Amsterdam niet aan zijn eigen succes ten onder gaan, dan is het volgens de cijferaars belangrijk dat de politiek oog houdt voor de nakende tweedeling. Die verschillen worden inderdaad ook groter. En je zou je af kunnen vragen hoe met de komende periode toch van broze economie voor de boeg, hoe dat zich verder ontwikkelt, hoe zich dat ook ruimtelijk vertaalt. Hoe gaat het met verschillende buurten en wijken in de stad? Dat zijn wel dingen die aandacht vragen.